Wij van Sunweb TV hebben een telefonisch gesprek gehad met mevrouw Meredith Helderberg, kapitein in het Matawai-gebied. In het gesprek hebben wij het gehad over de situatie die nu gaande is in Matawai, de veiligheid en zo ook andere problemen waarmee het gebied te kampen heeft. Laten wij gaan luisteren naar het gesprek met kapitein Meredith Helderberg. Zo laten we zo starten. Hoe gaat het met het gebied Matawai? Nou, om eerlijk te zijn, het gaat niet goed. Het gaat niet goed met Matawai. Het gaat helemaal niet goed. Waarom zegt u dat? Zijn er problemen in het gebied? Ja, we hebben heel veel problemen daar zo in het gebied. Rovers. We zijn niet veilig meer in Matawai. We hebben rovers daar. Zijn rovers daar, Brazilianen. Dus we zijn niet meer veilig. Gesproken over de roofovervallen in het gebied. U zegt, de mensen voelen zich niet meer veilig. Wat kunt u ons vertellen? Zo, wat ik kan vertellen is dat als je in het binnenland gaat, word je gewoon overvallen door rovers. Weet je? En is niet meer leuk. Weet je? Het is lastig zo. Je gaat naar het binnenland en je wordt beschoten. Echt lastig. Hoe doen de ouderen in het gebied? Want u weet, Bigisma, wanneer ze eenmaal in het gebied zijn, velen zeggen dat ze niet in de stad willen wonen. De Gwinta Dorpu, de Wantana Ina Dorpu. Hoe doen jullie met de ouderen, de senioren in het gebied? Zo, de biggest man voor Uno in het dorp. Dus er is een vrede. Mm-hmm. Ja, want de jaren dat ik zo roepen naar het biggie kom. Dus de biggest man is vrede. Ja. Zie? Trouwens, ik wil een foto schrijven van dat. Ik vrede dat ik roepen ook iets aan pas die op. If them go, they de zo paniek achter. Mm-hmm. Snap je? Ja. Oké. En ik neem aan dat de politie bekend is met de situatie als kapitein om ik contact naar de school toe melden ding. Vader naar de surveillance de school toe, de wisse school toe naar zodat in de omgeving. Zo, laatst de mabie go roep naar Vila Brasil. De mabie go roep naar Bigigo naar Vila Brasil. En ik zie hier het ook naar Tupro BDDP draailoon toe. Maar bakken dat naar die next morgen. Dus bijna eigenlijk, wat school te posten in dat gebied? Ik meer actie dat die. Wat school te posten bij de nazi voor 21, apatisch bij de maaroof. Apatisch bij de maaroof verleden. Ja. Wat school te posten bij dat is. Maar behalve de roofovervallen, zijn er een trap problemen in dat gebied? Dan had ik trapproblemen, zou ik hebben gehad. Ja. Passie nog boom. Toen kon ik nog even een motortakje meegaan naar Jacobs, Riffy, Ino, Mandoro, want dan abroek ik mijn broer. Pieke probleem zou ik hebben gehad in dat gebied. Una, dus... Ik ben bereik aan het dorp. Unoma, abra go in het dorp naar een wagi? Nee. En als ik go dorp dat ben abroek ik Riffy, a passie Riffy nog mooi. Passie nog mooi, Riffy. Dat u nog met contact met de minister voor OW, want na enge go abra passie naar Abroki. Ja, alleen de sanda toe bek moeite, de ma eko marki sani, laatst jaar zo aye boos respect a kabo mek Abroki. Ako marki, baka dat ubeki suan bigi alleen. En de tak baka te alleen psa, ja. Dat de sa bigi uroko tap Abroki baka. En asansi, o lang Abroki brokok ba, want if bijna smaak om aan go naar ina dorp. Dat fawe doet dat ze. Wat is smaak? Abroki die abroki brom. Want abedo wa udu broki hè. Ude snee is abepoor udu dape. Ja. Dat die abro ubede in wa grote droge tijd. Dus de smaak be abra ube abra via akriki. Ube abra go naar dorp. Ja. Maar no, awatra kopiki da inoma abra moro. Inoma abra moro. En dat zijn die spoor. Bijna een jaar is aan het boek. Bijna een jaar is zoveel voor Abroki. Brom. Abroki brom. En
tangen no een no no oplossing unoshi? Nooit, nooit no een oplossing no komt. Ah. Tegen dat oplossing gekomen, tangen no unoshi no een oplossing. Ja. En wat actie gralanti, ik de voor jepo, ik de maar jepo, minister van politie, meneer Amoksi, ja, mevrouw Matura, minister van defensie. Ja. Ik de pot zoer dat ik u in dat gebied, zoer dat ik dan als koud of ik aan jepo dat ben. Want als aan de kans dat je gaat op zee draaien, kom ik aan je kiesjes kort, die zeggen dat ik kan laten jullie bieden. Allo mooi, echt met tegi, allo mooi. Ja, en u schreef van je go, kom, van je go, mi moest je praxeren, je na kapitein van tijd tot tijd, die moest je go, en ja, volledig schreef je, bij dat op zee. Ja, te je go, je denkt, om mijn leven, je denkt dat ik bij mijn gaat op zee, maar van mijn go, en te je go, je karga doen op dat je go, je zal je, je karga doen dat je go. Ja. Dus zo, hoe wat trade. Ja, vaas doen aan watratoris, korotori in een gebied, dat is aan die etaplein. Watra, een verleden de man bekoopt watra. Dus nu een watratoris het even. Korotoris heeft de adeboom. Okay. Ja. Dus nu aan tra calamiteiten, problemen de in die gebied zou je tak die schrift de man moest pak aan. Nee, nee. Oké, dus nu gaat het om de veiligheid en de brug naar Abrokisambrong. Ja. Oké. Okay. Veiligheid moest komen naar Abrokisambrong, de man moest herstellen. Ja, misschien dat ook op tien zo bakken naar Matawai, maar nu aan ego schrift. Aan ego, aan ego. Alla day de ma eru, alla day. En ik denk dat dit bijna vijf moet zo veel gaan. Dat je maar opereren. En dan gaan we nog veel noemen. Je hebt een kapitein, je hebt een wapen voor het beschermen. Dus maar voor in het dorp. Want als je een land hebt, dan kan je een wapen. En je kunt volgen wat les voor een wapen. Voor beveilig, dus maar voor in het dorp. Want je stond dat persoon door nek. En dat je daarover kan normaal. Ik heb het niet. Oh, maar dan suma bodin bezit voor een wapen. De kapitein. Ja, alle kapitein moet afdenken aan Nuno. Het is moeilijk. Ja. Oké, dus eigenlijk. Je doet een beroep naar het Grandland voor de Kangi. De kapitein tenminste de kapitein vergunning voor de kan beschermen. Ja. Den smaf ding. Zeker.